Karel Hoefkens, Club Brugge heeft een erg bewogen weekend achter de rug. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Oh ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat er heel veel is gebeurd het weekend. Eerst en vooral een heel spijtige nederlaag. Dan het ontslag van een trainer. En nu is het alweer een heel snel dag voor de wedstrijd van Birmingham. Dus het is heel bewogen geweest. En het is zeker woelig geweest. Ja. Hoe heb jij gereageerd op het ontslag van de trainer? Eerst en vooral toch even verbaasd. En in zekere zin ook vond ik het persoonlijk ook spijtig. Maar je weet ook natuurlijk, als trainer van een topclub, 4 nederlagen is veel. En dat is eigenlijk heel spijtig. Heb je zelf de trainer nog gesproken na het ontslag? Ja, ik heb de trainer nog gesproken. Ik denk dat Adrie ook als mens dat perfect heeft opgevat. Ik denk dat hij nog maar eens aantoont dat hij als mens heel groot is. Hij is er gewoon heel sereen over geweest. Hij heeft ook iedereen in zijn directe omgeving bedankt voor de goede samenwerking en dit en dat. Dus hij heeft natuurlijk zijn mening erover en dat is ook niet meer dan normaal. Maar het is ook zo dat de spelers hun mening hebben. Maar ik zeg het, voor spelers is het heel belangrijk om nu te focussen op de komende wedstrijden. En is het heel belangrijk om gewoon onze job te doen op het veld, zo goed mogelijk. En in principe, dat is gewoon de hoofdzaak om voetballer te zijn. Rudy Verkemping, donderdag is je eerste opdracht als hoofdcoach ad interim bij Club Brugge, de wedstrijd tegen Birmingham. Hoe kijk je zelf aan tegen die nieuwe opdracht? Klopt, ik denk dat we als groep er volop voor gaan tegen Birmingham. Dus we zijn als team weerbaar en we gaan proberen alles te doen voor donderdag een goed resultaat te zetten. Ja. Wat betekent dat voor jou als coach, die nieuwe functie die je nu gekregen hebt? Maar ik denk dat niet individueel moet zien. Ik ben alleen maar een schakel binnen het geheel. Dus we winnen als ploeg en we verliezen als ploeg. Het is wel zo dus dat ik deze tijdelijke functie, mijn verantwoordelijkheid, ook niet ontloop. En dat ik alles ga doen voor de ploeg maximaal te steunen. Er zijn een aantal kleine wijzigingen gebeurd bij de kern, deels uit noodzaak. Daan van Gijsinchem en Perdi Kidzi zijn opnieuw opgenomen in de wedstrijdkern. Waarom die keuze? Maar eerst en vooral, dit zijn A-kernspelers. En het is ook logisch als andere spelers niet beschikbaar zijn, dat die jongens dan erbij komen. Anders zouden ze nooit in de A-kern zitten. Dus die jongens hebben voldoende kwaliteit voor ons te versterken naar Birmingham. En dat zullen ze ook doen. De club slikte de laatste wedstrijden heel wat doelpunten. Er moet op korte termijn iets op gebeuren. Hoe zal je dat aanpakken voor de wedstrijd tegen Birmingham? Het is zo dat ik alleen dat niet aanpak, dat we dat als ploeg aanpakken. En het is wel, laat eens één ding duidelijk zijn, dat we onze offensieve kracht willen houden, maar dat we dat ook willen koppelen aan een goede organisatie, blokvorming, een goede balans binnen ons elftal. Zijn dat dan de nieuwe kleine accenten die jij dan legt als hoofdcoach? Well, het is zo dus dat we dat we ook niet moeten blind blijven staan voor tekortkomingen. Maar dat wil dat ook niet zeggen dat we in het verleden niet aan gewerkt hebben. Maar het is wel zo, dus we gaan uit van de laatste wedstrijd en de volgende wedstrijd. En op dat punt, als we dus de offensieve kracht kunnen combineren met realisme en balans in ons elftal, dat we nog meer kans hebben op een goed resultaat. Jij reist ook mee naar Birmingham. Waarom? Waarschijnlijk omdat ik een hele grote konijnenpoot heb. Nee, ik denk dat ik gewoon de spelers wil steunen, vooral die jonge gasten. Ik denk elke procent dat we daar kunnen beter worden, door eender wat, denk ik dat we dat moeten doen. Ik denk we kunnen nog altijd kleine richtlijnen meegeven. Ik denk dat we sowieso elke speler nog een paar procenten beter kunnen maken met de juiste richtlijnen. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Welke lessen heb jij getrokken uit het vorige duel tegen Birmingham? Dat als je meegaat in het powervoetbal van Birmingham, dat je weinig kans maakt. Maar als we uitgaan van ons eigen sterkte en vooral voetballen tussen de linies en onze flanken gebruiken, dat we kans hebben op overwinning. Wat is een goed resultaat donderdag? We gaan voor de winst. Dus we hebben schitterende supporters die massaal meereizen. En zoals wij willen iedere wedstrijd winnen. We zijn tenslotte Club Brugge. En we gaan er ook alles aan doen. Dus volledig onze schouders onderzetten als team. En gaan proberen een goede ploegprestatie neer te zetten.